May I ask you what you are doing now? I'm changing the little skids. Okay. For qualifying. Yeah. So they are thinner? Yeah, we're allowed to run these ones in free practice, and then these are the ones for qualifying. Okay. I didn't know they had a different height then. Yeah, we regularly change them, obviously, just to keep on top of it, really, more than anything. I'm sorry? We sort of keep on top of things like that. Yeah, I understand, but you don't want them always to be very thin, or? No, these are quite expensive. Okay, I understand. These are the Porsche ones. Aha. So we like them for, in practice we can have these ones, and then for qualifying a race we have to run these ones. Yeah, okay. And then that way we can keep rotating them and keep an eye on it all the time. Right. So, nice. Hey, this is a job you've always done, or how did you get into it? Bit of a funny story, really. I came to Le Mans 2018 as a fan. Okay. And I should watch out now. Yeah. And I saw someone I knew from college. I used to fix road cars. Oh, right. And he worked in this team. Yeah. And my friend who I was with also knew Richard, who runs the team. Okay. And sort of from there, it happened. And then here we are now, sort of thing. Wow. So just... That's great. Yeah, a bit of a crazy story. But yeah. I went from fixing road cars to doing this quite quickly. So, but is it a full-time job? Because yeah, it is. Oh, wow, okay. Yeah. I moved from Norwich to Germany, where we're based. Okay. This was a little bit different. Yeah. Those brakes are massive. They're huge, aren't they? These are carbon brakes, or? The pads are... No, they're not carbon brakes. Or ceramic, ceramic brakes. Yeah. From Brembo. AP, this looks like a Brembo sign. Brembo, these are still hot. Yeah. So the straight hay days are definitely Brembo discs. I'm not sure if pads are. Okay. And this, this is carbon fiber also, because it's more yellowish. It's all Kevlar. Kevlar, okay. Why is always Kevlar in the how do you call it? It's stronger. More flexible or something, maybe. Yes, because you have a lot of stuff. Yeah. I guess it's why it's a little bit stronger. Okay, dus het gele, dat is Kevlar, wat hier dus in zit. And we often put some sort of film of oil inside, because you get a lot of rubber pickup that sticks on the arch and stuff. So. Uh-huh. Ik ga even een kijkje in de auto nemen, want dat kan nu ook wel even. Met open elektronica. Waar het allemaal voor is. Ik dacht niet dat deze auto's hybride waren, maar ik ben niet heel zeker. Om die kopje dat is allemaal zo rudimentair en er zit echt niks te veel aan natuurlijk. Dit is de werkplek van Jeroen Blekenmolen, Ben Keating en Felipe Fraga. Dat moet verkeerd. Ik ben hier bij de achterkant van de 911 RSR. En het is ook wel geinig, want hier zie je dus de camera zitten. Waarbij wij altijd die verwend worden met die mooie achteruitkijkbeelden, zeg maar. Als er een achterligger is die op inhaalkoers ligt, dan komt dat dus door deze camera en wordt het in beeld gebracht. Nou, dit zal denk ik ook een remlicht zijn. Daar ga ik wel van uit. Het lijkt een beetje op de Formule 1. Wat natuurlijk geen remlicht is bij de Formule 1 trouwens, maar een misregenlicht. Ja, hier de cue. Lekker aan het zaken trouwens. Het zijn de binnenkant van de wielkasten aan het schoonschraven van de rubber, denk ik. Die zijn dus van Kevlar gemaakt, heb je net gezien. Maar hier zie je dus de uitlaat. Een 911 heeft een 6-cilinder boxermotor, dat betekent dat het liggende cilinders zijn. Een hele platte motor. Je hebt twee uitlaten, eentje komt van links, van de linker drie cilinders en ander van de rechter. Kijk, een beetje inkijken, het is vrij donker natuurlijk. Dat kunnen we bij de buren zien, gaan we nu even kijken. Kijk, die ligt er dus helemaal onder het motorblok. Ja.
wat ze aan het doen zijn. Nee, dat is niet. Alle zähne die van hier unten zijn, hier, zijn sauber. Der Splitter is hier ook het sauber. Zwarte dat is de aandrijf was. De achterwiel aangedreven. Ik neem aan dat het geen vierwiel aandrijven is. Sorry. Ook leuk om te zien, hier staan allemaal reserveonderdelen opgesteld. Hier zie je een portier van de 911 RSM. Dat is allemaal voor Keating. Hier ligt er nog eentje. Dat is gewoon een complete stelling. Die gewoon vol met onderdelen ligt. Allemaal ter vervanging mocht er schade gereden worden. Hier de motorkap tussen aanhalingstekens. Hier nog wat plaatwerk. Allemaal carbon natuurlijk. Ja, je hebt het allemaal nodig. Het is allemaal hier achterin deze pits van Project One opgesteld. Hier nog eens een keer compleet voorkant, onderkant van de neus is dit. Het zijn onderdelen van de buren die rijden met dezelfde auto. De Project One bestaat uit twee Porsche 911's RSR's, allebei in een zwart-gele kleurstelling. Ja, dit is dus de plek waar de banden opgewarmd worden. In deze kasten eigenlijk, waar verwarming is. De kachels gewoon staan erbij. Ik ben een slurp. Deze banden worden allemaal op temperatuur gebracht hier. Ja, hier staan andere banden. Maar ook regenbanden hier. Michelin allemaal. BBS velgen. Nou, hier staat rear right, dus een rechtsachterband. Deze. Bandenwarmers. What's the difference between these tire warmers and those faucets? Just for the wet tires. Okay. Because they don't need that much heat. Okay. Oh yeah. They're more constant. So this is just for the slicks. The those. Yeah. Okay. You can use them for slicks as well, but you don't have that much, so we use it only for wet. Okay. Okay. What temperature are they on? Which one? The slicks. Michelin said around about 75. Okay. Okay. Deze chauffeur die maakt de banden en de velg even helemaal schoon, zodat ze weer gebruikt kunnen worden. Echt stukjes rubberen uitge. Hele grote stukken. En hier zie je dus dat het gewoon zacht is hier. First of all, what's your name? I'm Rob. Chris. Chris. You're German? Danish. Danish, okay. So how did you get to work for Project One? Actually, I contacted the team back in January. Okay. Because I'm studying engineering. Okay. And someday I would like to work as an engineer. And this is to get an experience. Yeah, right, yeah. Right. Okay, cool. So this is your first year with them, since yeah. January? Yeah. Okay, cool. And your job is to look after the tires after they've raced? To clean yeah, them up? I help with tires and help with refueling. Okay, yeah. Okay. And is there a chance of stepping up in the team to get another position? Or? Hopefully, yeah. Yeah. So, where are you studying? In Aarhus, in Denmark. Okay. Studying mechanical engineering. And when are you ready with your study? What? When are you ready with your study? 3 years. 3 years. Okay. Okay. And what's your aim? What you really want to be? I would like to work with car performance. Okay. Yeah, as a racing. Okay. That's like tuning. Like doing setup and. Okay. Yeah. In WEC or in a. Yeah, I really like endurance racing. Yeah, so it's cool. So WEC is okay. A great place. Okay, thank you, Chris.